Vandaag zijn we de gast bij de VDA Kringroep Raalte op een oeverterrein aan de Hooilandweg in Marinem. Bij mij staat Benny Haring. Benny, kun je ons iets vertellen over de VDA Kringroep? Ja, dat kan ik. Ik ben voorzitter van de Kringroep sinds een aantal jaren al. En we bestaan sinds 1972. We hebben een dertigtal leden, waarvan drie dames heel actief zijn, waar de één dame nou even uit de running is, omdat ze een kleine heeft gekregen. En we hebben een hele actieve vereniging, maar de trainende leden zijn meestal zo'n 10, 5, 10. Dat ligt er allemaal aan, ook wel aan het weer natuurlijk en alles. En, ja, we hebben eerst hier achter in het bos getraind, waar er een opname van gemaakt zijn. En dat was een eigenaar van de heer Dulberg. En nu is de dochter van de heer Dulberg, is inmiddels overleden. En zo zijn we begonnen. We hebben in de loop van de tijd, ja, nou goed, als je dan een wedstrijd toe wilt met de jongens, dan willen ze graag op een open veld trainen. En dan hebben we hier in de buurt van een agrariër een stuk grond kunnen huren. En daar trainen we nu op. En dan vandaar dat dan een beetje, ja, dat is een beetje de opzet van de vereniging. Ronald heeft een vrij jonge hond. Een maand of 7, 8. Dat is een reutje. We gebruiken bij deze oefeningen bewust geen bal, maar voer. Op het moment dat wij concentratie verlangen van de hond, gebruiken we voer. Dan willen we motivatie en actie, dan gebruiken we juist de bal. Omdat de hond niet al die tijd de concentratie kan vasthouden, breken we tussendoor af, gaan we even een spelletje doen. Waarna we vervolgens weer het kunnen hervatten. We zien hier geleider Karel van Driessen met een jonge hond. Dat is Tess van Sjaring van Zalmbloed. Karel is bezig met de eerste basisbeginselen van het volgwerk. Hij let de hond achter het voertje aanlopen om de positie te bepalen. Als de hond goed in positie zit en blijft, wordt hij beloond met een voertje. De hond wordt lichtjes geïrriteerd met het lijntje op het moment dat de concentratie wegvalt. En uiteindelijk weer beloond. Dit is een jong teefje, een maand of 8. De hond sluit netjes aan, houdt concentratie. De hond moet de concentratie vast blijven houden als de geleider ernaast gaat staan. Er is een klein beetje hulp nodig. Af en toe horen we een klik tussendoor. Deze klikker geeft aan de hond aan dat het gewenste gedrag is wat we willen zien. En vervolgens komt de beloning. Nou, we beginnen zaterdag, we trainen drie keer in de week. Dinsdagavond van 7 tot 9, donderdagavond van 7 tot 9. En zaterdag van 12:30 tot 17:30. En dan de avonden is alleen maar appel en pakwerk. En zaterdag beginnen we smiddag met speuren. Dat zijn in een weiland, dan moet je hond een spoor zoeken. En daarna komen we hier naartoe naar de kringgroep. En dan beginnen we hier met op het veld met de eerste appeloefening allemaal. Nou, dan gaan we met elkaar een bakje koffie drinken. En daarna komt het manwerk komt er aan de beurt. En dan zo lang de dag werken we de hele dag af. Maar dit is voor Duits Hels. Maar doen jullie ook nog iets met andere honden? We hebben twee keer in het jaar een gehoorzaamheidscursus. Dat is voor alle rassen. Maar de vereniging op zich is de VDA Raalte. Dat betekent Vereniging Duitse Herders. En dat is alleen maar voor Duitse herders met stamboom. Dus een Duitse herder zonder stamboom, dat mag dan niet. Dat is weer opgelegd door de Vereniging van Nederlandse Rashonden. Dat is de VDA Nederland. Die legt dan op van dat mag alleen maar Duitse herders met een stamboom. De Jesse Eemond met zijn Noah van de Seven Bridges Rood. Hondje is al wat verder. Is inmiddels een jaartje of twee. Doet hier de zitoefening. Loopt zelf door, de hond moet blijven zitten. Geconcentreerd zijn op de geleider ook. De geleider draait zich om, loopt terug. Gaat weer naast de hond staan.
Ja, we gaan nog een keer en dan gaan we de afoefening doen. De geleider gaat weer volgen. Hij gaat zometeen halt houden. Dan gaat de hond vanzelf zitten. Dus dit commando af. De hond gaat liggen en hij loopt door. Dit is de aanleerfase van naar het vooruitsturen. De hond is al zover dat hij weet dat hij om het paaltje heen moet om zijn beloning te krijgen. Geleider Paul van Essen met Dirk van Hals Valkenplaats. Een al oudere hond heeft al de nodige wedstrijden gelopen. Hier zit natuurlijk ook geen lijm meer aan. De hond duurt puur op het balletje. Goed. Hond doet, geleider doet de zitoefening. De hond gaat snel zitten. Volle aandacht op de geleider. Blijft keurig zitten. Ik ben lid van deze vereniging omdat ik ontzettend veel van Duitse herders hou. Dat is van kleins af aan zit dat er al in. En ik heel graag met dieren omga en ook met dieren wil werken. En hoe lang ben je al lid van deze vereniging? Ik ben begonnen toen ik 11 was. Toen heb ik mijn eerste Duitse herder gekregen. Daarna heb ik getraind tot een aantal jaren geleden. Toen ben ik er even een tijdje tussenuit geweest en nu weer opnieuw lid. Tegenwoordig zijn er steeds meer vrouwen die ook met hun honden trainen. Maar iedereen is duidelijk naar elkaar. Er wordt gezegd waar het op staat. En daar kan ik heel goed mee omgaan. Dat vind ik leuk. Dus je kunt zowel de honden de baas als de mannen? Uiteraard. We gaan hier apporteren over de haag. Een schutting van een meter hoog. De hond krijgt het commando hoog, moet het blok ophalen en netjes bij de geleider brengen. De volgende apporteeroefening, apporteren over de klimschutting. De klimschutting is 1,80 meter hoog. De hond moet op commando hoog over de schutting. Dan krijgt hij volgens nog een commando apport. Moet hij het blok oppakken, netjes bij de geleider brengen, zonder te knagen. Los op commando. En weer aan de voet. Thank you.